vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe video. En dit is een Q&A, dat betekent questions and answers. Ik heb namelijk gevraagd in de YouTube groep aan wat andere YouTubers of ze wat vragen van mij wilden achterlaten. Bijvoorbeeld, wat is je favoriete kledingmerk? En een aantal leuke meiden hebben wat vragen voor mij achtergelaten. Ik wil deze video ook graag opnemen, omdat jullie dan misschien iets meer van mij te weten te komen, zeg maar. Dus nou, ben je nou benieuwd wat mijn antwoorden zijn op deze vragen? Blijf dan vooral even gezellig meekijken. Oké, laten we gaan beginnen. Ik heb hier op Sterra's mobiel heb ik alles even bij de notities gezet. Ik ga beginnen met Rian en zij is van Beauty Lovers. Kijk ook zeker even op haar kanaal, ze heeft echt superleuke video's. En zij vraagt, waarom ben je een YouTube-kanaal begonnen? Kirsta van Beauty & More die vroeg dat dezelfde vraag ook. Waarom ik nou ben begonnen met YouTube is omdat Sterra en ik begonnen zijn door Masha. Masha volgden we echt al super lang door haar opruimvideo's en we vonden dat helemaal te gek. En ja, we wilden dit echt al super lang. En ja, elke keer mocht het nog niet van onze ouders, maar toen ik in de eerste zat en Sterra dan in groep 7. Ja, toen mochten we toch eindelijk een YouTube kanaal gaan maken. En daar waren we echt super blij mee. Ik maakte ook altijd al zelf video's. Ik ga een keer een video maken met dat ik al vroegere filmpjes aan jullie laat zien. Met Julienne, mijn vriendin, die jullie wel vaker in mijn video's gezien hebben, maakten we vroeger ook altijd filmpjes. Dus die komen jullie dan ook ja, te zien. En ik maak ook altijd filmpjes als we naar de kruidenvaart geweest gingen. We stiekem shopblogs maken. Dat zetten we natuurlijk niet online. Ik hoop dat ik ze nog op mijn laptop heb staan. En als ik ze heb, dan maak ik daar binnenkort wel een keer een video over. Dat lijkt me namelijk echt super leuk. Ja, dus ik ben gewoon een YouTube kanaal begonnen omdat ik een beetje geïnspireerd ben door de mensen op YouTube. En mij leek het gewoon echt super leuk om mijn video's zelf ook te uploaden op YouTube en iedereen te laten zien, weet je wel. Dus ja, ik ben gewoon een beetje begonnen omdat ik soms een beetje verveelde. En ik dacht van, wat kunnen we nou gaan doen? Een YouTube kanaal, top. Dan ga ik nu verder met een hele hoop vraag van Kirsta van Beauty & More. Ze heeft niet alleen gevraagd waarom ik ben begonnen met een YouTube kanaal, maar nog meer vragen. Haar eerste vraag is, wat is je favoriete vak? Ik heb niet echt een favoriete vak, maar als ik dan toch moet kiezen, vind ik denk ik gym wel het leukste. Altijd als ik gym heb, dan zeg ik altijd, oh, ik heb geen zin in gym, ja. Engels is niet leuk, Duits is niet leuk, Nederlands, biologie, wiskunde, allemaal saai. Dus ja, ik zeg toch gym. En wat is je saaiste vak? Nederlands? Ik denk Nederlands, Engels en wiskunde, denk ik. Ja, ik denk dat Nederlands wiskunde en Engels echt het stomste vinden. Als ik één van die moet kiezen, dan denk ik Nederlands. Dan vraagt ze ook wat ik van haar kanaal vind. Nou, zij heeft nog maar 2 video's geüpload. Ik kan er dus nog niet zo goed iets over zeggen, maar de eerste 2 video's zijn wel heel erg leuk. Wat is je hoogste cijfer en wat is je laagste cijfer? We hebben dus nog maar 1 periode gehad. We zijn nu bezig met de 2e periode en daar hebben we nog maar 1 punt van. Dus ik ga gewoon naar de eerste periode. Dat was een 10 voor muziek, maar als je echt een leervak bedoelt, dan is het een 9,8 voor leesbeschouwing. En het laagste is een 3,6 voor Duits. Ja. Dan vraagt ze ook wat ik leuk vind aan YouTube. Nou, dat heeft eigenlijk dus een beetje te maken met dat ik me dus verveelde en dat ik gewoon een YouTube kanaal wilde. En wat ik er nou dus zo leuk aan vind, ja, ik vind het gewoon leuk om filmpjes te maken. Ik vind het leuk om ze te bewerken natuurlijk. Om jullie reacties te lezen vind ik heel erg leuk. En ik vind gewoon YouTube filmpjes maken, vind ik gewoon heel leuk. Ik kan het niet uitleggen, het is gewoon leuk. En dan vraagt ze dus waarom ben je begonnen met YouTube, maar dat was dus de eerste vraag. Dan vraagt ze ook, heb je ooit een vriendje of een vriendje? Heb je nu een vriendje of heb je ooit een vriendje gehad? Nou, op de basisschool heb ik wel een vriendje gehad, maar op de middelbare school nog niet. En ik zit nu trouwens in 2 kader. Nooit meer eten of nooit meer drinken. Ik heb hier best lang over nagedacht. Ik heb het ook aan mijn moeder gevraagd wat zij zou doen. En mijn zus en mijn zusje en mijn broer. En hun zeiden allemaal, ja, kijk, in drinken, als je smoothies hebt of bijvoorbeeld Starbucks en zo, er zit nog wel een beetje wat eten in. Want in smoothies of een Twizzle bij Jamin, daar zit dan wat eten in. Maar dat zit dus verwerkt in, ik weet niet of dat mee mag tellen, want het is wel eten eigenlijk. Maar ik denk dat ik toch ga voor drinken, want ja, in de smoothies is het soms wel pitten van bijvoorbeeld wat fruit. En dan krijg je toch nog voldoende eten binnen. Ja, want je kunt niet zonder drinken. Je kunt wel lang zonder eten. Dus ja, ik kies voor de nooit meer eten. Dan vraag ze ook Esses of Catrice. En hier heb ik ook heel lang over nagedacht.
Want Essence vind ik qua limited editions heel erg leuk. En qua budgetheid ook. Catrice is natuurlijk ook budget. Maar het wordt steeds wat minder budget. Maar ik vind dat Catrice net iets meer make-up in het assortiment heeft. En ik ben zelf iets meer van de make-up. En Essence heeft wat meer nagellak. En is wat meer speelser in dat gebied. Want die hebben ook gewoon allemaal... Ja, zo'n kwasten ding. En die hebben dan haarbandjes. En allemaal dingen voor op reis. En Catrice heeft echt meer gewoon een make-up schap en zo. Dat vind ik zelf iets leuker. En het ziet er ook iets volwassener uit. De laatste vraag van Kirsta is... budget kleren of high-end kleren? En dan ga ik sowieso voor budget kleren. Want kleren van de Primark, H&M, Pull & Bear, Bershka... vind ik nog budget. Want high-end verwacht ik onder... ja, van UX en ja, je weet wel, die merken en zo. En Prada, nah, ik vind het nooit, het ziet er zo kitscherig uit. Ik heb zelf al UX. Deze UX. Heb ik in de Roermond Outlet gekocht, maar verder heb ik eigenlijk alleen maar mijn hele kast hangt eigenlijk alleen maar vol met Primark en H&M. Want ik vind dat gewoon, ja, hele fijne ja, kleren. Het ziet er ook gewoon leuk uit. Dus ik kies voor budget kleding. Dan gaan we nu door met de laatste vraag. En die is van Kima. Van het YouTube kanaal Kima Klein en Tink. En sowieso even kijken op dit kanaal. Want ik vind dat ze hele leuke video's plaatsen. Volgens mij doet zij ook Sims filmpjes. Dat vind ik natuurlijk heel leuk om te kijken. En zij vraagt hond of kat. Sowieso hond. We hebben zelf een hond gehad. Ja, bij mijn vader. We hebben twee chihuahua's. Sarah en Pip. En bij mijn moeder hadden we een boemer gehad. Die heet Mickey. En ja, die... hebben we naar mijn oma gedaan. En nu hebben we een poes. Ja, een poes. Douchie. En ja. Ze is wel super cute hoor. Ze is wel echt mooi, maar ze is best wel dik. Maar ja, oké. Nou mensen, dit waren dan alle vragen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken in deze video. Doe een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Drop it down, baby, back.